is alom bekend. Aalstenaars en Dendermondenaars kunnen moeilijk door één deur. Ook op carnaval wordt er in Aalst regelmatig gelachen en gespot met het naburige Dendermonde. Maar waar komt die vete nu eigenlijk vandaan? Ik denk dat het te maken heeft met Tros Beiaard en Tros Ballatum uiteraard. Welke legende of volksvertelling is de juiste? Wij van Alsnaar zijn overtuigd en hebben ook de bewijzen dat Tros Ballatum het juiste is en niet Tros Beiaard. Er gaat in Dendermonde zo een paardje langs. Eén keer per 10 jaar. Bij ons komt dat paardje elk jaar buiten met de stoet. Wij vinden ons paard mooier en de zaak is natuurlijk Dendermondenaren die zeggen van ja, dat is ons paard, wij waren de eerste. Maar die van Aalst die zeggen, het is ons paard, wij waren de eerste. En dat wakkert natuurlijk de rivaliteit aan. Ze hebben natuurlijk een Ros Beiaard dat heel weinig op stap gaat. En de Aalstenaar lacht daar graag mee. Dus we hebben daar een parodie op gemaakt, de Ros Ballatum. Wij vinden dit mooier, beter. En jaarlijks prijkt hij natuurlijk in onze stoet. Dus het is dan het moment om eigenlijk met iedereen van Dendermonde te lachen op een plezante manier. De mensen van Dendermonde zijn ook meestal aanwezig op onze carnavalstoet. Die kunnen er ook hartelijk om lachen. Dus het blijft eigenlijk tot een symbolische vete. Wij mogen elk jaar buiten gaan met onze stoet, met ons Tros Ballatum. Die kartonnen ezel van Dendermonde, als het goed weer is, elke 10 jaar een keer. Als het slecht weer is, moeten binnen blijven, want het flessoano zijn poeit. Nee. Wij hebben er eentje, zij hebben er eentje. Het onze is gemotoriseerd, dat van hen stapt op basketsloefjes. Ik ben een van de mensen die die vete heel vakkundig en op professionele wijze tracht in stand te houden. Dag en nacht doe ik dat. Ik maak daar veel knipogen naar en dat is goed ook. Well, ik weet niet of je de geschiedenis goed kent, maar het paard is ooit een keer gepikt geweest in Dendermonde. En dat was door Alsnaars. Daar was mijn grootvader zelfs een van de mannen van. Hey? En die vete is er nog altijd. Maar van vete gesproken, het is meer lachwekkende feit. We hebben ook veel vrienden in Dendermonde, er komen er hier ook. We waren zelfs verbroederd, wij met een groep, de Schentsmoelen van Dendermonde. Dus die feit is meer, moet ik gewoon zeggen, historisch zo een beetje. Maar echt, maar de basis ligt aan het pikken van het paard in Dendermonde. Wij proberen op alle mogelijke manieren, in alle mogelijke onderwerpen dat te promoten. En ik vind dat leuk. En ik denk dat iedereen daar toch hartelijk mee kan lachen. Maar het is natuurlijk, ik heb ooit eens over Dendermonde als advocaat gezegd van ja, dat is hier een boerendorp ook. Ik heb toen toch wel heel wat hele boze blikken gekregen van mijn mannelijke advocaten, collega's ook. Er is daar één advocaat die heel lang boos op mij is geweest ook. Ik wist ook niet goed waarom. In 86 had ik, maar nu weet ik het uiteraard. Dus het ligt zo gevoelig ook dat een Aalstenaar iets negatief over Dendermonde zegt. Maar ik vind, we doen het daar gewoon gezellig verder mee.